Wat ik van porno vind, ja. Noem me papa dan, hè? Dave? Ja. Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sexperts delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over porno. Wat ik van porno vind, ja. Ik vind porno super geil en leuk. Ik doe het zelf natuurlijk ook. Wat ga je daarover zeggen? Wat vind ik van porno? Ja. Ik heb het idee dat het aanbod van diversiteit in porno groeit en dat is heel goed. Vroeger keek ik, zeg maar, voordat ik in de porno zat, heel veel porno. Ik was echt een beetje porno verslaafd misschien zelfs. Porno staat ver weg van de realiteit, maar het is wel heel geil om te zien. Maar nu, ja. Porno is gewoon mijn werk. Dus als ik denk aan porno, denk ik aan werk. Oh, kijk eigenlijk wat snel was wel. Sowieso mezelf. Dat is privé. Dat is heel privé, hoor. Trio's, lesbie. Small little girl, big black cocks, I don't know. Lesbisch, trio's vind ik leuk, gangbangs vind ik leuk. Heel soms BDSM. Amateur porno, omdat dat niet geregisseerd is. Strips, zeg maar, dus comics of verhalen lezen vind ik heel fijn. Heb ik zin in een groepscène of heb ik zin in iets kinkies of heb ik zin... Ja, dat waren ze eigenlijk wel. Oh, hoeveel procent is porno echt? Oeh. Zo. Ja, het ligt aan met wie je werkt. Ik ga hier echt dingen kwaad maken. Studio's gaan me bellen, want dit mag je niet zeggen, maar... Hoeveel procent is porno echt? Het ligt eraan. Wanneer ik lesbisch doe, dan is het wel meer echter dan als ik bijvoorbeeld een boy-girl zou opnemen. Ja, dat hangt net van de productie af. Hoeveel kans je krijgt om het echt te laten lijken. Het is acteren. Het is nadoen. Het is doen wat de camera moet zien. Laten we zeggen 50-50. Tot half is nep, half is echt. En met lesbisch kan het wel echt gewoon... 50% of 60% zijn. 90% nep. 90% nep. Ja. Ja, hij heeft wel gelijk eigenlijk. Ja. Ja, het is echt fucking nep. Daar had ik het toevallig gisteren over. Dat is echt worstelporno. Dat is een soort Japanse porno. Dan gaan, zeg maar, de man en vrouw die gaan worstelen met elkaar. Oh, dan gaan we beginnen. Alle hitters gaan weer geschokt zijn. Dat hele harde, echt dat trappen, het slaan en dat BDSM. Die vrouw die gaat dan die man pijpen en dan die man duwt haar weer weg. Sneeuwwitje en de zeven dwergen. En dan zijn dat ook echt letterlijk een vriendelijk zeven dwergen die dan over Sneeuwwitje heen gaan en zo. Porno gebaseerd op cartoons. Maar in ieder geval het bizarste of het extreemste. Dus ik denk dat iemand met twee handen tot hier zo erin zat, zo. Dus bijvoorbeeld The Simpsons porno, dat je Marge dan, zeg maar, kan nemen of zo. Dat is allemaal, nee, dat is echt zo raar. Ik zat te kijken, ik dacht, wauw. Het grootste verschil tussen seks en porno is dat porno eigenlijk nep is. Met porno roept ze eigenlijk alles om wat je moet doen. Dus ik hoor in één keer iemand roepen, nou, deep throat without hands for 30 seconds. Porno is net wat intensiever, weet je. Dat je echt tegen de praat, vind je lekker, hè? In porno zie je ook nooit dat je vraagt van mag ik dit doen. In het echte leven moet je altijd vragen of iets mag. En nou doggy style voor 2 minutes. En dan weet ik van nou oké, dan gaan we van deep throat gaan we naar doggy style voor 2 minuten. Hè? Noem maar papa dan. Hè? Dave? Op porno, dan wordt het op beeld gebracht. Maar de seks is eigenlijk hetzelfde als je seks hebt. Ja, weet je, dat vind ik porno, dat. Dus dat is denk ik wel echt het grootste verschil. Of je het nou op gevoel doet of dat je alles gaat omroepen en dat je dan gaat doen. De laatste tijd wel. De laatste tijd wel. Toevallig heeft Engeland nu een super reclame uitgebracht daarover. Je doet het in het echt leven en dan zie je het op tv. Het is juist andersom nu. Ze zien het op tv en dan denken ze kunnen dat doen gewoon in het echte leven. Je kijkt op een gegeven moment zoveel porno. Zoveel porno, dat je op een gegeven moment ben je een beetje verzadigd. De twee pornosterren wat hij aan het kijken is, komen bellen bij hen aan. En de moeder doet open en denkt van, oh, wie zijn jullie? Ze staan helemaal naakt. En zegt ze, ja, je zoon kijkt naar ons. Zegt ze, mijn zoon is 12, die kijkt echt niet. Of ik me er zorgen maak. Nou, het ligt eraan. Ga je het kijken als je onder de 18 bent? Ja, een hele goede voorlichting dat inderdaad minderjarigen vaak naar porno kijken. Ja, misschien kunnen ze er heel gemakkelijk op. Dat weet ik niet. Ze vergeten, het is acteren. Er is heel veel tijd ingestopt. Ja, en vaak is porno wat ruwer, onbeschoft, wat sleazier. En zo denk je vooral de jongetjes dat ze zo ook de dames moeten behandelen. Omdat jongeren misschien denken van, oh, alles moet hardhandig en alles moet op precies de man gericht zijn. Weet je wel, het is niet dat die meisje gewoon gelijk op zo'n deelde gewoon kan zitten. Nee, ze zit al dagen van tevoren gewoon te trainen. Dus bijvoorbeeld dat heel veel jongens denken van nou, hè, ik ga lekker gepijpt worden en dan neuken. Omdat ze dat zo in porno doen. Het zou misschien soms een verkeerd beeld kunnen geven over hoe je kan zijn met een vrouw lief en teder. Want soms is het gewoon ook keihard. Okay.
Oké, start. Ja, dat kent wel, hè?